Hele goedenavond allemaal en leuk dat jullie kijken of gaan kijken naar deze live presentatie over een nieuwe Opel Combo. Nou, in deze video die live wordt opgenomen, laat ik jullie alles zien over de Opel Combo. En zijn er vragen, stel ze gerust, zodat ik ze natuurlijk direct kan beantwoorden of misschien daarop later op terug kan komen. Nou, ik zal me eerst even voorstellen. Mijn naam is Hendrik Liewes. Ik ben verkoopadviseur in ons familiebedrijf Opel Dealer Liewes en Roden. Nou, en zoals je misschien weet is dat sinds kort wij ook bedrijfswagens verkopen. En daarom wordt de nieuwe Opel Combo is een van de eerste modellen die gelanceerd wordt. Ik hou je niet langer op. We gaan de auto bekijken. Dus ik zou zeggen, kijk mee en stel je vragen als die er zijn. Nou, dit is de nieuwe Opel Combo. Nou, ik ben natuurlijk benieuwd wat jullie daarvan vinden. Allereerst heb ik natuurlijk ook nog een leuke prijsvraag. De Combo is natuurlijk al wat langer op de markt. Hè? Althans, het is niet het eerste model van de Combo. En ik ben benieuwd of iemand weet wanneer de eerste Opel Combo is uitgekomen. Hè, dit is de type E, maar als we kijken naar de eerste Combo, wanneer die uitgekomen is. Dus ik zou zeggen, typ je vraag hier onderin het jaartal. En wellicht win jij de gratis wasbeurt voor jouw auto. Dus de vraag is natuurlijk, wanneer is de Opel Combo voor het eerst uitgekomen? Geef je antwoord hier onderin. En we nemen contact op als jij de winnaar bent. Nou, dit is dus de nieuwe Opel Combo. Hij is leverbaar in verschillende uitvoeringen. Het model die je hier ziet, jouw kant en kant, is de meest luxe uitvoering, dus de Innovation uitvoering. Daarnaast is ook nog de Edition leverbaar nog en een Selection. Selection is eigenlijk het basismodel. Daar begint het eigenlijk allemaal bij. De Edition daarentegen, die heeft natuurlijk al airconditioning, cruise control en ook een schuifdeur heeft hij ook al standaard. En de Innovation die we hier zien, ja, dat is dus de meest luxe uitvoering. Nou, die is dus voorzien van 16 inch stalen velgen, dus die heeft wat grotere velgen, zit daar ook op. Cruise control heeft hij daar ook, LED-verlichting. En de bumpers heeft ook allemaal in de kleur meegespoten, zoals deze. Nou, deze nog een aantal leuke opties, die gaan we zo natuurlijk ook laten zien. Zoals ik al zei, komt er dus leverbaar met een lengte 1 en hoogte 1. En daarnaast is hij ook nog met een lengte 2, hoogte 1. Dus hij is dus met een lange wielbasis en met de korte wielbasis. Je moet zo zien, de korte wielbasis die begint bij 440 meter. 4,40 meter, wat die lang is. De lengte 2 die is 4,75 meter. Nou, natuurlijk zijn er ook verschillende motoren leefbaar van de Opel Combo. Hij begint bij een 1.6 met 75 pk. Daarna is hij ook nog met een 1.6 100 pk. He, dat is deze motor die hierin zit. En hij is nog met een 1.5 130 pk en nog met een 1.5 130 pk automaat. Daarin is hij ook nog leverbaar. Nou, er zijn natuurlijk tal van mogelijkheden op de Opel Combo. Heel onder andere met deze hele mooie lichtmetallen velgen. Het zijn 16 inch lichtmetallen velgen die hier zijn bijbesteld. En deze uitvoering, ik zei het al, is het meest luxe, alles mooi in de kleur gespoten. De kleur van deze is Moonstone Grey. Dat is de kleur van deze auto. Nou, we gaan hem nu van binnen bekijken. Dan zien we hier het mooie interieur. Nou, wat natuurlijk meteen opvalt is het grote navigatiesysteem, maar daar ga ik natuurlijk zo nog verder naar kijken. We gaan er zo verder naar kijken. De stoel van deze auto is hun hoogte verstelbaar. Nou, wat helemaal ideaal is bij deze auto zit een winterpakket ook op. Stoelverwarming en stuurverwarming, natuurlijk voor de komende periode ideaal. Je krijgt daar ook natuurlijk snel warm. Natuurlijk ramen en spiegels zijn elektrisch. Nou, wat natuurlijk ook opvalt is dat er natuurlijk heel veel opbergmogelijkheden zijn. En waaronder andere waaronder in deze hier die bovenop zit. Het is natuurlijk ideaal om daar spullen natuurlijk in te leggen. En daarnaast natuurlijk het dashboardkastje waar natuurlijk ruimte zit. En ook nog hier bovenin, aan de bovenkant. Je kunt ook heel mooi nog spullen in kwijt. Nou, totaal een nieuwe dashboard. We zien natuurlijk vergelijkingen ook met andere Opel modellen. En waaronder andere natuurlijk de nieuwe Crossland X en de Grandland X. Mooie stuurwielbediening. Aan deze kant zit dus de cruise control en nog de stuurverwarming. En aan die kant kun je nog het infotainment systeem daarmee nog bedienen. Nou, deze auto, zoals ik al zei, die heeft dus het navigatiesysteem wat hierin bij zit. Dat is een 8 inch kleurenscherm met touchscreen. Heel makkelijk te bedienen. En natuurlijk wat opvalt is dat hij heel mooi groot is. Heel mooi binnen handbereik. En wat natuurlijk heel belangrijk is voor de zakelijke rijder is natuurlijk dat hij een gouden bestemming weet te vinden. Nou, daar biedt dit systeem uiteraard hulp voor. Er zijn hier verschillende toetsen aan de zijkant waar je snel naartoe gaan.
Maar eigenlijk ook ja, wat wij het meeste gebruiken en de tip die ik altijd geef is eigenlijk al, als je met 3 vingers op het scherm tikt, dat je een heel mooi een overzicht krijgt en weer naar het radiosysteem, druk je daarop, kun je natuurlijk de radiosenders daar invoeren. Klik je nog een keer met 3 vingers, kom je hier weer terecht. Telefoon, hij koppelt natuurlijk via Bluetooth, zodat je natuurlijk ook handsfree kunt bellen. En natuurlijk navigatie. En daarover gaat hij, schakelt hij over naar het navigatiesysteem met heel Europa. En ook die zijn ook uiteraard makkelijk up-to-date. Weer met 3 vingers kom ik weer op het scherm hieruit. Als we naar apps gaan kijken, zien we dat hij ook mogelijkheid heeft tot Apple CarPlay en Android Auto. Nou, hebben we in eerdere video's hebben we dat ook laten zien. Ja, dus Apple CarPlay vanaf eigenlijk een iPhone SE of iPhone 5, ja, zit er al Apple CarPlay op. Android Auto is nog niet officieel vrijgegeven in Nederland, maar daar kunnen we uiteraard wel mee helpen. Mocht je zeggen van ik heb een toestel van Android en ik wil het graag op mijn auto hebben. Nou, daaronder heb je nog instellingen over de auto zelf. En wat ik zeg, dit is dus de meest luxe uitvoering, onder andere met door de hoek bescherming, bewaking en ook nog parkeerhulp. Ideaal mooi scherm is dit. Nou, als we verder gaan naar beneden gaan kijken, zien we dat deze auto ook nog een klimaatcontrole heeft. Nou, dat is natuurlijk ongekend in deze klasse. Je kunt dus links zowel links als rechts kun je de temperatuur van elkaar ook instellen. Natuurlijk met een airconditioning, maar natuurlijk ideaal zodat je de juiste temperatuur ook krijgt. En de kachelsysteem is ook een stuk sterker weer dan het standaard systeem. Nou, het zit erg prettig inderdaad. Er zijn natuurlijk ook tal van mogelijkheden wat je hier nog extra bij kunt bestellen. Deze auto is ook voorzien van een achteruitcamera. Dus dat is natuurlijk ook ideaal. Dat je daar ook alles mooi kunt zien. En natuurlijk komen er ook tal van mogelijkheden komen er weer uit. Nou, wat extra op deze auto besteld is ook het keyless entry. Ook een van de mogelijkheden. En waarbij je natuurlijk niet met een normale sleutel hebt, maar gewoon met een startknop kunt werken. En als je de auto afsluit, neem je gewoon de sleutel mee. Je houdt je vinger even tegen de deur greep aan en hij gaat automatisch op slot. Het scheelt ook weer handelingen natuurlijk. Nou, zo hebben we de binnenkant van de auto bekeken. Ik ben natuurlijk benieuwd wat jullie van de combo vinden. Zo op het eerste oog. Ik zeg dat het erg geslaagd model is. Zeker natuurlijk deze uitvoering ook met deze kleur. Nou, als we achterin gaan kijken, hè, wat is natuurlijk ook heel belangrijk. Is deze met 2 deuren. Je kunt natuurlijk daar ook een achterklep krijgen en ook daar ook weer mogelijkheden. Hier zien we dus de laadruimte. Nou, deze heeft 3,3 kuub mogelijkheid zit hierin. De grotere variant, hè, de lengte 2, die heeft nog eigenlijk 3,9, dus kan hier nog in. Nou, natuurlijk kan er gewoon een Europallet over dwars in. Dat is natuurlijk ook altijd wel handig. En dat hangt natuurlijk vanaf welk bedrijf je hebt, maar je ziet wel dat de combo natuurlijk zo veelzijdig is dat je eigenlijk alle kanten daarmee uit kan. Nou, zo is hij dus standaard, hè, wordt hij zo geleverd. Er zijn natuurlijk mogelijkheden om het helemaal te betimmeren, de vloeren waarin daar de mogelijkheden zijn. Dus dat kun je helemaal naar eigen wens ook samenstellen. Deze heeft een schuifdeur en die dicht is. Ook daarin heb je mogelijkheid ook met raam of een schuifdeur natuurlijk ook aan de andere kant. Die mogelijkheden zijn daar natuurlijk ook nog in. Een hele mooie laadruimte van deze Opel Combo. Nou, qua kleuren zijn natuurlijk ook tal van mogelijkheden. Hangt natuurlijk ook een beetje af welke kleur je natuurlijk wenst. Sommige kleuren die hier niet bij staan, dat zijn speciale kleuren die we kunnen aanvragen. Maar dit zijn eigenlijk kleuren waarin die leverbaar is. De kleur die deze auto heeft, hier staat, dat is de Moonstone Grey. Maar er zijn natuurlijk tal van kleuren die precies bij je bedrijf passen. En mooi bij de bestikkering in het wiel. Dus dat kan ook heel mooi. Nou, daar staat sinds kort bij ons in de showroom. Wij krijgen nog meer modellen, krijgen wij ook nog binnenkort. En natuurlijk ook een model voor een proefrit. Dus zeg je van, nou, ik ben eens benieuwd van hoe rijdt zo'n combo. Dan komen wij natuurlijk, daar kunnen we altijd een afspraak van maken. Of we komen natuurlijk bij uw bedrijf langs. En een demo kan natuurlijk heel mooi, hè? Die hoeft natuurlijk ook niet eventjes een rondje te rijden, maar dan kun je ook zeggen van nou, ik neem die bijvoorbeeld een keer een dag of een weekend mee, zodat je in alle rust natuurlijk de combo kunt ervaren. Nou, deze maand hebben we natuurlijk ook nog de leuke actie. Het zijn dus bestelwagen besteldagen, waardoor je dus kan profiteren van een financiering van 1,99%. En ook kun je nog gratis upgrades bij deze Opel Combo nog uitkiezen. Het kan bij dit model te waarde van €2000.
Dus dan kun je toch gratis inderdaad of zo'n navigatiesysteem met deze lichtmetallen velgen pakket. Of je kunt zeggen van nou, ik neem daarvoor een verlengde uitvoering. Nou, ik hoop jullie hiermee een hele leuke presentatie hebben gegeven van de Open Combo. Nou, natuurlijk blijven wij natuurlijk online om nog wat vragen te stellen hierover, te beantwoorden hierover. En natuurlijk bent u altijd van harte welkom om ons bedrijf te komen bezoeken aan de Centurba 033 Rode. Waar we onder andere een combo hebben staan. En zeg je van hij is maar net te klein. Dan hebben natuurlijk ook nog de Open Vivaro en de Open Movano. Ik wil u bedanken voor het kijken. Mijn naam is Hendrik Liewers. En ik wens u een hele fijne avond. Tot ziens.